nieuwe plaat met Anemone. Eerste plaat is al een tijd geleden, 2018 denk ik. En ja, dan eindelijk, na nou, heel lang, een nieuwe plaat. Nou, de plaat heet Freebird. En ja, het nummer Freebird, of althans, ja, Freebird is een nummer wat op de plaat staat. En daarnaar is de plaat vernoemd. En dat nummer, dat is eigenlijk een soort, ja, een beetje een experiment geweest. Het is eigenlijk ja, geïnspireerd op een schilderij wat mijn vriendin heeft gemaakt. En mijn vriendin is kunstenares. En ja, en het is eigenlijk gewoon heel corny gezegd een liefdesnummer. De nummers zijn opgenomen in 2019. Dus dat is inmiddels al echt al weer een tijd geleden. Was in het najaar eigenlijk. Was het plan om. Ja, omdat. Nadat we de popronde hadden gedaan en best wel een goed festivalseizoen hadden gehad, dacht ik eigenlijk van, ja, dat is wel leuk, dan kunnen we doorpakken met die plaat. Dus toen hebben we het najaar hebben we echt 2 weken bij Jan Schenk in de studio gezeten. Maar ja, toen, toen kwam corona en toen is er eigenlijk niks meer van gekomen. Nou ja, eigenlijk zijn die 2 jaar natuurlijk ook wel echt voorbij gevlogen. Dat was echt bizar. En ja, een reden waarom het ook, ja, waarom het ook al zo lang toch wel heeft geduurd, denk ik, is ook omdat ik zoiets had van, ja, toen COVID en corona een beetje gingen liggen. Ja, ik heb ook een boekingsbureau, zeg maar, waar ik artiesten voor boek. Of waar, ja, ik werk ook met andere bands. En ja, ik vond het eigenlijk ook wel belangrijk of zo om die voorrang te geven. En ja, gewoon te zorgen dat hun zaken en hun tours en al die dingen, zeg maar, goed geregeld zijn. Voordat ik dan zelf weer op de bühne ja, ging staan. Dus ik heb mezelf eigenlijk ook gewoon, ja, dit project ook heel even een beetje geparkeerd voor een beter moment voor mijn hoofd. En ja, dat is nu. Voor corona was al iemand gestopt met de band. Merle van der Huismacher, die had ja, problemen met ja, gehoor en zo. Weet je? Dus ja, dat was helaas niet anders. Maar ja, super, super jammer. Maar weet je wel, wij zijn nog steeds ontzettend goede vrienden. Dus dat is heel fijn. En, ja, onze drummer, die werd vader. En die had ook wel, ja, zijn interesses en zo. Hij woont sowieso best wel, ja, niet hier in de buurt. Toen bleven eigenlijk alleen Ricardo en ik weer over. En toen dacht ik eigenlijk van, ja, weet je, waarom zou ik niet gewoon een hele nieuwe, frisse bezetting gaan checken of zo. Althans, ik zat er eigenlijk wel een beetje doorheen. Maar toen sprak ik dus Davy, vriend van mij. En die vertelde ik dit en die zei eigenlijk van, zal ik anders komen bassen? En zo is eigenlijk weer een beetje, ook voor mij een beetje de energie, had ik weer, dacht ik van, ja, eigenlijk is het wel leuk. Ik moet eigenlijk gewoon even, ja, gewoon 2 nieuwe leden vinden en nog erbij. En toen zijn we weer gaan oefenen en dat klikt eigenlijk supergoed. Dus ja, nu hebben we weer een complete band. Nou, wij spelen 9 maart hebben we een release in de V11 natuurlijk in Rotterdam. Dat zal, ja, in Rotterdam ook wel de eerste, ja, dat is de eerste show van de tour. En daarvoor willen we eigenlijk nog een soort van kleine pre-release doen. Eigenlijk een soort van, meer een soort van try-out show voor de release willen we nog doen. Ja, dat gaan we nog wel bekendmaken. Maar, en daarna gaan we wat shows doen. Dus, maar 9 maart is eigenlijk echt wel de officiële, de eerste keer dat we dat werk gaan spelen. En, ja, dat. Thank you.